Migratie wordt grotendeels gestuurd door economische vragen en aanbodsfactoren. En daaruit kun je concluderen dat de enige manier om migratie echt tegen te gaan is de economie te grond te richten. De Nederlandse migratiepolitiek is in toenemende kant al opgegaan naar het steeds meer toelaten van hoger opgeleiden tot de Nederlandse arbeidsmarkt van, van buiten Nederland en van buiten Europa. Ik denk dat in de toekomst de echte vraag zal zijn: uh, hoe gaan we om met de vraag naar lager geschoolde arbeid? Ik praat niet alleen maar over ongeschoolde arbeid, maar ook bijvoorbeeld mensen die in de zorg werken, die in uh, de horeca werken, wat vaak ook wel geschoolde arbeid is, maar lager of middelgeschoolde arbeid. En daar, uh, gezien een aantal demografische en economische factoren, kunnen we een een continue vraag verwachten. En er is heel op dit moment heel weinig politiek draagvlak om voor die groepen immigratie instrumenten te ontwikkelen. En als we dat niet doen, dan is de onvermijdelijke consequentie dat die groepen grotendeels via andere kanalen zullen binnenkomen, dus als familiemigranten, maar ook als illegale migranten. Je ziet ook heel duidelijk dat bijvoorbeeld uitzendbureaus, zowel officiële als inofficiële uitzendbureaus, een scharnierfunctie vervullen in het recruteren van migrantenarbeid. En uh, dat je in die zin ook ziet dat eigenlijk sinds de jaren tachtig met de deregulering van arbeidsmarkten, privatiseringsoperaties, bijvoorbeeld in de postrij, maar ook in andere sectoren, dat uh, die beleidstrends ervoor gezorgd hebben dat indirect dus de vraag naar migratie is toegenomen en migrantenarbeid. Wat eigenlijk haak staat op het officiële immigratiebeleid omdat je dus ziet dat de arbeidsmarkttrends, die dus grotendeels beleidsgestuurd zijn, richting deregulering, de, de, de mogelijkheden voor het inhuren van tijdelijke arbeid heel erg hebben vergroot. En die arbeid wordt vaak door migranten vervuld. Is er een trend zichtbaar van welke landen mensen willen migreren naar andere landen? Is het van de allerarmste naar de allerrijkste? Nee, je ziet vaak dat het de, de middeninkomenslanden, daar vindt de grootste, zijn de grootste brongebieden van migratie naar hoger, eh, hoger En je ziet ook dat de voornamste herkomstlanden van migranten naar middeninkomenslanden zijn de laaginkomenslanden. Dus de meeste migratie vindt niet plaats tussen de armste en de rijkste landen. En dat zie je in feite ook, hè, de historie van migratie naar Nederland. In de jaren 50 was dat nog met name Zuid-Europa, later werd dat Marokko-Turkije en in de toekomst... Eh, Wellicht andere landen in, in Afrika en in Azië, die nu nog armer zijn, maar die in de toekomst in toenemende mate een uh, best, uh, herkomstland kunnen zijn voor migranten naar Nederland. Omdat ook ontwikkeling van die landen zorgt er juist voor dat meer mensen in staat zijn om te migreren. En natuurlijk ook onderwijs zal ervoor zorgen dat steeds meer mensen dat ook zullen willen, omdat ze vaak een baan zoeken die bij hun uh, kwalificaties past. Hoe kan er beleid gemaakt worden om de migratiestromen te beïnvloeden? Beleid kan daar. Maar in heel beperkte mate eigenlijk iets aan doen. Beleid lijkt wel vrij effectief waar het gaat om selectie. Bijvoorbeeld, we willen stimuleren dat hoger opgeleiden komen. Nou, dan, inderdaad, dan kun je leren van landen als Australië en Canada. Het is heel moeilijk om migratie tegen te gaan. Dat haaks, beleid, het is heel moeilijk om beleid te voeren wat haaks staat op economische trends. He, dus als er een arbeidsmarktvraag is, dan vindt migratie plaats. En dat blijkt ook uit het feit dat er een buitengewoon hoge correlatie is tussen economische groei en fluctuaties in immigratie. Dus je kunt twee derde tot drie kwart van de instroom, de fluctuaties erin verklaren uit, 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 uit uh, variaties in economische groei. En dat duidt er ook op dat beleid daar eigenlijk maar in heel beperkte mate een invloed op heeft.